Zelfbewoningsplicht en speculatiebeding heet de handreiking van het CDA. De partij wilde gisteren een notitie aanbieden aan het college tijdens de raadsvergadering. Mensen worden gewoon verrast, overrompeld door aanbiedingen van opkopers om hun woning te laten verkopen. En dat is een hele slechte zaak. Dit is geen formeel initiatiefvoorstel, maar inhoudelijk wel een kant-en-klare handreiking, waarmee volgens ons invoering per 1 januari 2022 wel degelijk mogelijk is. Ik zou u graag die nota willen aanbieden. Dank. En zoals u weet, dat heeft u ook van tevoren als het goed is met de Griffie besproken, kan dat buiten de vergadering. Want in de orde van de vergadering past het dat u nu een mededeling doet, maar het aanbieden van nota's en dergelijke doen we buiten de vergadering. Biedt u maar aan de rest van Dordrecht dan, aan de kijkers. Ja, dat doe ik bij deze graag. Dit is de papieren versie. Hij beoogt meer snelheid dan het college nu bedenkt. Wij willen echt met spoed per 1 januari de zelfbewoningsplicht ingevoerd zien. Enige verbazing wel bij verantwoordelijk wethouder Stam. Die zegt al eerder duidelijk te zijn geweest naar de raad wat kan en wat niet kan. We zijn er keihard mee aan de slag. Maar we gaan hem gewoon positief benaderen. Meneer Oostenrijk is gedreven en gepassioneerd bezig. Dus we gaan goed naar dit rapport kijken waar het ons kan helpen. Maar nogmaals, de toezeggingen liggen er al en we zijn al keihard aan de slag. Ja, daar waar u zegt ik zit te wachten op wetgeving, maar het gaat om bestaande bouw, zegt hij van ja, andere gemeenten doen het ook, dus het kan wel. Ja, maar andere gemeentes die moeten ook hun verordeningen aanpassen, evenals wij. En daar zit natuurlijk het grote vraagstuk. Dus die wetgeving ligt er op één vlak wel, maar die moet je wel verwerken in je eigen verordeningen. Maar nogmaals, we gaan goed kijken in het rapport hoe meneer Oostenrijk en het CDA er tegenaan kijken. Maar desondanks zijn we al keihard aan de slag.